Hoi, hier is Wouter en de plant en welkom bij deze video. Ik heb tot mijn 6e een geloof gehad. Tot 2006 geloofde ik in Sinterklaas. Ik heb nooit echt geloofd in God, maar in Sinterklaas, dat was wel echt een geloof van mij. Tot ongeveer mijn 6e heb ik daarin geloofd. Maar goed, daarover. Ik was gisteren bij de Action en toen viel me iets op. Er zaten daar allemaal Sinterklaas spullen. Een knuffeltje van Sinterklaas, een knuffeltje van een Piet. Echt, de Sinterklaas spullen lagen al in de winkel. Ik dacht van, oh zeg, zijn ze nu alweer zo vroeg met die Sinterklaas dingen bezig? Sinterklaas komt pas nog over 2 maanden in Nederland aan. Die zit nu nog lekker in Spanje en wij zijn al met hem bezig. Ja, dat vind ik dan wel weer een beetje vroeg hoor. En vooral voor de kinderen. Want kijk, ik ben 23 en op mijn leeftijd 2 maanden is niks. Op mijn leeftijd is 2 maanden niks. Maar voor een kind van 5 of 6, dan zijn die 2 maanden, dat is een eeuwigheid. En dan zien ze nu al die Sinterklaas spullen liggen. En dan krijgen ze helemaal zin en denken ze, oh, Sinterklaas gaat komen. Sinterklaas begint bijna weer. Maar die 2 maanden is nog een eeuwigheid voor ze, dus ze moeten echt wachten. En dan heb je natuurlijk ook kinderen die zeggen van, mam, mag ik zo'n Sinterklaas knuffel? Of mam, mag ik zo'n Sinterklaas muts? Of zo'n Piet muts, voor die ding ook allemaal heten. En dan zegt die moeder van, nee lieverd, het is nog lang geen Sinterklaas, dus jij mag nog niet een pietermutsje hebben. Maar mam, nee lieverd, ik ben heel duidelijk, je mag geen pietermuts. Maar mam, ik wil het graag hebben. Godverdomme, ik zeg net dat je geen pietermuts mag, je moet gewoon even 2 maanden wachten. Nou, kijk, dan krijg je dat hè. Kinderen die gaan janken, moeders die boos worden op hun kind, omdat het allemaal nog veel te lang duurt. Want die kinderen willen het natuurlijk gelijk hebben. Maar die moeders denken allemaal van, ja, fuck dat Sinterklaas, dit is pas over 2 maanden, ga ik nu nog niet mijn geld aan uitgeven. Oh. Dus dat is wel weer naar als het te vroeg is. Ik bedoel, ik ben nog helemaal niet bezig met Sinterklaas. Ik vind Sinterklaas een leuk feest, maar om er nu al mee bezig te zijn, dan gaan we te werk. Houden we er pas in november mee bezig. Ja, en dan ga ik wel weer wat series kijken. Vind ik wel leuk. Maar ja, ik ben benieuwd, zullen al mensen nu Sinterklaas spullen gaan kopen? Ik weet het niet. Ik vind het nog een beetje te vroeg. Nou was ik vandaag ook in de Action. Ik dacht, misschien ga ik voor deze video even zo'n Sinterklaas knuffel kopen. Maar ja, ze kostte 5 euro. Dus ik dacht, ja, dikke doei. Ik ga niet iets voor 5 euro kopen. Dat vind ik te duur voor zo'n knuffeltje. Ja. Maar ja, goed. Ik weet niet of jullie wel eens in de Action komen. Goed. Hebben jullie alweer Sinterklaas spullen zien liggen? Of liggen er bij jou nog geen Sinterklaas spullen in de winkel? Laat me even weten, ik ben heel erg benieuwd. En laat me even weten, vind je het te vroeg voor Sinterklaas spullen? Of moet het wel kunnen? Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter. En ik ga even wat drinken, want ik krijg een droge bek van al het lullen.